Rogier Meijer, na de 4-1 overwinning thuis tegen Den Bosch. Ik denk een tevreden coach. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we in heel veel fases van de wedstrijd gewoon goed gespeeld hebben. Geprobeerd op te bouwen en kansen gecreëerd hebben. Nou, we hadden er denk ik nog een aantal meer kunnen scoren. Maar ja, we kunnen wel tevreden zijn erover. Ja, maar ik denk als je gaat rusten met 1-0, denk ik, oh, had eigenlijk wel 2-3-0 moeten zijn. Ja, zeker. Dat was ook niet overdreven geweest. En dat we een aantal keer heel gevaarlijk doorkwamen. Alleen de laatste paas of het afwerken. Jordi 1-1 met de keeper bijvoorbeeld. Elias een paar keer. Nou, dan maak je direct naar rust 2-0. Ja, dan weet je dat het wel een beetje gelopen is. En daarna hebben we het gewoon goed gedaan. We hebben goed uitgespeeld. Maken 3-0, 4-0. Jammer dat 4-1 valt. Maar ja, we kunnen wel tevreden zijn over hoe we die wedstrijd gespeeld hebben. Gaf je even het. Man of the match. 4-1 overwinning tegen Den Bosch. Lijkt me terecht, hè? Man of the match. Ja, dat denk ik wel, ja. Als je er twee maakt, dan ben je man of the match. Ja, dat is ook eens leuk. Maar was jou echt een lekkere wedstrijd vandaag tegen Den Bosch? Ja, zeker. Ja, ik speel de laatste twee wedstrijden wat aanvallender. En dat ligt me wel lekker. Dus dat... Is het dan lekker dat je vrijdag weer, hè, of weer vroeg, hè, 6:15, een klein beetje jongens, zoals El Karawani, een klein beetje rust te geven, is misschien wel een heel goed idee? Ja, een aantal jongens hebben wel iets eerder eraf gehaald, om ook, ja, wat jij zegt voor vrijdag, maar ook om het team te benadrukken dat we die andere jongens ook nodig hebben, dus dat kwam goed uit. Ja, dan heb je natuurlijk, op linksback is de bezetting dun bezaaid, hè. Je hebt eigenlijk maar één echte linksback. Ja. Het leek een beetje op een experiment in de slotfase met De Wolf of linksachter. Hebben we ook in de training gedaan. Want in de training hebben we ook dun bezaaid. Dus daar wisselen vaak Joep en Matthias af. En nou konden we het mooi in de wedstrijd zien. En hij deed het prima, vond ik. Nou, een paar keer een klein beetje van systeem gewisseld de NEC het afgelopen seizoen. Kleine aanpassingen gemaakt. Een beetje 4-3-3, toch weer 4-4-2 en zo. Nou, nu weer eigenlijk iets van 5-3-2. 3-5-2-achtig. Maar het bevalt wel goed volgens mij. Ja, dit bevalt wel goed. Vorige wedstrijd al en deze wedstrijd ook. En ik denk dat de tegenstander het heel moeilijk had met ons. En dat we veel meer kansen creëren. En dat was toch wel hiervoor een beetje het probleem. Ja, en ook minder weggeven, hè? Met een extra mannetje achterin. Ja, dat ook. Ik denk dat daarvoor nog wel meeviel. Alleen ja, als je op een gegeven moment geen doelpunten maakt, dan krijg je er natuurlijk eentje om je oren. Dus ja. dat hadden we een beetje tegen. Maar nu staat het achterin zeker en... hebben wat meer drang naar voren, dus dat is wel fijn. Nou, een overwinning, hè? Een ruime overwinning. Niet veel gezien nog in de Goffert dit seizoen, ook niet tegen laag geclasseerde ploegen. Dit moet wel wat een steunende rug zijn voor de ploeg. Ja, dat is het ook. En dit is denk ik hoe je dit soort wedstrijden moet spelen. Ik denk volwassen, op een goede manier de wedstrijd ingaan. Kansen ja, afmaken als je ze krijgt, dat kan nog sneller. Maar dat geeft zeker vertrouwen. En dat hadden we al naar Roda. En dit zal een extra steuntje in de rug zijn. En vrijdag moeten we het weer laten zien. Ja, want bij Vet en Odetaal, vertrouwen spat op een gegeven moment er vanaf. Ja, maar dat zie je ook wat vertrouwen met iemand doet. En mooi om te zien dat de jongens beloond worden voor het harde werken. En wat ik al zeg, is een mooi steuntje voor de toekomst. Hoe komt dat in één keer? Want we kijken het hele seizoen al naar je. Een beetje de stofzuiger op het middenveld, de loper. En nu in één keer dichter in het 16 meter gebied, dichter bij Janga. Ja. En dat pakt goed uit. Ja, ik speelde vorig jaar bij de Graafschap ook wel wat aanvallender. En nu heb ik daar iets meer die vrijheid in om dus dichter, om in de 16 te komen. En dat, ze vallen dan ook wel goed natuurlijk, maar dat bevalt wel. Ja, nou, we hebben nu twee wedstrijden op rij gewonnen. Hè. Heel enthousiast zeggen we, het begin van een serie. Wat is je doelstelling voor de komende weken? Elke wedstrijd winnen. Dat snap ik. Maar waar moet het eindigen? Wanneer ben je in Azië? Dat hebben we echt goed gedaan dan. Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, als je ze na alle 16 nog wint, of met na competitie erbij, dan kom je een heel eind. Ja. Maar we zullen zien. Wij gaan van wedstrijd tot wedstrijd. En we hebben in het verleden ook al eens laten zien dat als we over reeksen gaan praten en over series, dat het meestal de volgende wedstrijd misgaat. Dus wij moeten zorgen dat we tegen Helmond Sporten staan. En daarna kijken we weer verder.